Jij bent lekker blij wakker geworden. Nomi wordt met een zwangerschap van 38 weken geboren. En haar ouders, Cherise en Dennis, zitten direct op de roze wolk en brengen de familie op de hoogte van het goede nieuws. Maar helaas, de paniek slaat stapsgewijs toe. Nomi blijkt namelijk ernstige moeite te hebben om zelf adem te halen. De situatie verslechtert zodanig in een korte tijd dat ze moet worden overgeplaatst naar een academisch ziekenhuis. Hier krijgt ze speciale medicijnen voor haar longen en die slaan gelukkig goed en snel aan. Nomi mag uiteindelijk van de volledige beademing af en Cherise en Dennis horen haar huiltje weer. Inmiddels zijn we 8 maanden verder en ik ga kijken hoe het met ze gaat. Met Cherise, Dennis, de grote zus Romee en natuurlijk Nomi. Ik kan al een beetje spieken. Ja, oh. Kijk nou eens. Kijk, hallo. Hi. Hi. Hey. Hallo Romee. Hoe is het? Jij was er niet. Nee, maar nu ben ik er. Vind je dat gezellig? Ik kom even bij jou en je kleine zusje kijken. Vind je dat goed? Oh ja? Ja? Binnenkomen? Helemaal in Zeeland. Zeeland. Ja. Oh, wauw. Kijk, dit is een mooie streep van mij. Ja, wat ben jij een lekkere klets. Hé, en waar is jouw kleine zusje? Boven. Boven? Is ze aan het slapen? Kijk, nee, doen we straks wel. Misschien mag ze nog niet wakker worden. Hoe is het met Nomi? Ja, gaat goed. Ja, heel goed. Ja, ja die groeit echt goed nu. En... Ja, ze doet alles super goed. Eigenlijk... Gaat super snel. Ja. Gaat het te snel voor jullie? Ik had verwacht dat ze wel wat langer baby zou zijn. Omdat dat in het begin best wel heel lang bleef. En in één keer heeft ze echt een inhaalslag gehaald. En ze kruipt nu door het hele huis. En staan. En ze ging laatst achter een loopkarretje proberen te lopen zelf. Nee joh. Ja, zoiets van, nou, je bent nog maar 8 maanden. Even. Wauw. Dus het is ook van beide handen tante als, als de grote zus. Ja. Ja, alleen net iets. Je ziet wel verschil. Ze is rustiger. Hoor ik haar nu of niet? Ja, ze is wakker. Nee, ze is wakker. Oh, wel? Ja. Ja. Mogen we bij haar kijken? Ja, tuurlijk. Dat vinden we leuk. Het is dat jullie twee uur verderop wonen, maar... Ik zou anders echt jullie vaste oppas willen zijn. Oh, gaan we kijken. Doe het zo, moppie. Een lampje even aandoen. Kijk, daar is Nomi. Oh, daar is ze. Kijk eens, wat een schatje. Hallo. Er was een rommeldraai. Hallo. Er was een rommeldraai. Oh. Hey, gastje. Hallo. Hallo. Hey Nomi, wij smelten een beetje. Je bent echt schatje, hè? Nou, wat heb je een lief zusje, Romee. Maar... En hoe gaat het met haar longen? Ik ben nog 2 keer, 3 keer op controle geweest in het ziekenhuis. En daarna hoefde we al niet meer langs te komen. Wat fijn. Wat goed zeg. Ja. Ja. Dus, en ze heeft ook helemaal geen restverschijnselen meer. Ze heeft er ook niks aan overgehouden. Nee. Dus het was een turbulente start, maar het gaat gelukkig nu goed. Ja, nu gelukkig heel goed. Hallo. Ja, je zit bent lekker echt te lachen, hè? Ja. Hè? Zo, gezellig, hè? Zullen we naar beneden? Je hebt het naar je zin, hè? Ja. Oh. Ja, het is echt... Het is zo'n heerlijk meisje. Denken jullie nog vaak terug aan het ziekenhuis? Aan de periode in Rotterdam? Ja, in het begin wel heel erg. Het was ook een beetje gek. We zijn er eigenlijk natuurlijk heel snel terechtgekomen. Maar eigenlijk ook heel snel weer weggegaan. Ja. Dus ik heb heel lang gehad dat ik dat voor mijn gevoel nooit... echt heb kunnen afsluiten. Nee? Nee, dus dat, dat bleef wel heel erg. Ging dat te snel, voor jullie gevoel? Nee, dat ging echt wel te snel. En voor mijn gevoel ben ik daar nooit de deur uitgegaan met een gezonde baby. Nee? Nee, had ik heel lang zoiets van, bij mij was alles daar nog steeds onrust, chaos, angst. Dus we zijn laatst teruggegaan. Een paar weken terug. Toen zijn we langs gegaan. En dat was wel heel fijn om het af te sluiten. Ja? En toen we daar ook kwamen, was het eigenlijk heel die chaos weg. Het was daar wel rustig. Oh, wat fijn. Ja, maar omdat je dan zelf in die chaos zit, is dat zo anders. Hoi, schat. Hoi.
Ze kijkt zo veel beter uit de oogjes, hè? Ja, ja. Veel rustiger en veel minder bang. Ze doet het echt veel beter nu. Ja. Gisterochtend was het meer dat ze echt nog aan het vechten was, zeg maar, hè? Ja. Dus, ja, dat zie je nu gewoon, dat weg is en dat ze nu gewoon lekker rustig kan liggen. Ja. Ik vind het wel heel fijn dat ze nu wakker is en mijn vinger vast heeft. Ja. Dat heb ik echt gemist de afgelopen dagen. Dat heeft heel lang wel in mijn hoofd blijven spoken, hoor. Ja? Dat ik de angst om er te verliezen of om er nu alsnog te verliezen. Nu had ik zoiets van, nu heb ik er en nu wil ik je niet meer afgeven. Maar wat naar, want de angst om je kind te verliezen is natuurlijk vreselijk. Dat wil je niet meemaken. Nee. Hoe leer je daarmee te leven? Ja, ik ben op een gegeven moment EMDR gaan volgen. Want dat bleef heel lang bij mij gewoon in mijn hoofd spoken. En EMDR is een therapie, hè, om dramatische gebeurtenissen te verwerken. Ja, klopt, ja. Ja, nee, ik heb er nu ook geen last meer van. Ik zie hoe ze het nu doet, hoe ze zich nu ontwikkelt. En ja, dat neemt eigenlijk alle onrust weg. Wat fijn. Waren er ook mooie momenten waar jullie graag terugkijken? Het moment dat ze van de baling af mocht, dat was wel mooi. Een opluchting dat het mag, maar toch wel ook wel weer heel spannend zo'n stap. Ja. We hopen zo dat ze het gewoon helemaal oppakt. Het zal wel een ander zicht zijn straks zonder die pleistertjes op haar gezicht. Het eigen gezichtje weer een beetje terug. Ja, eindelijk. Oh, ik kan hem eruit halen. Zo. Ja. Oh, happy. Wow. Ja. Hoor je er weer een beetje huilen? Nou, even jouw gezicht poetsen. Ja, ik ben super blij voor jullie dat ze zo'n lief en gezond meisje is. Ja, ja. 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 Wow. Hey. Ben je benieuwd naar het verhaal van Nomi of van de andere baby's uit ons programma? Stream dan de afleveringen van Handen aan de Couveuse op NPO Start.